Dames en heren thuis, welkom bij de wedstrijd. Mijn naam is Evert ten Apel en naast me zit Jurie Mulder. Ah, en ik heb echt zin in deze wedstrijd, Evert. Dit is een hele mooie affiche. Wat kan Ajax hier vandaag laten zien? Ze nemen in elk geval de aftrap voor de eerste helft. En dit is de formatie waarin Ajax van start gaat. 4-5-1. Ja, waar moet ik dan toch aan denken, Jurie? Wat is dat nou toch voor een systeem? Nou, dit is een systeem om vooral de tegenstander te verdedigen. He, je houdt het op en hopen op een countertje. Ja, ik hou er niet zo van, eerlijk gezegd. De bal komt van dichtbij op hem af. Maar wat een redding. Tadic. De bal gaat naar de zijkant. Nou, dat was te voorbarig. De aanval is alweer afgeslagen. Is de verdediging te vlug af? De Jong. Van de Beek. Hij ging er met de bal vandoor, maar werd achterhaald. Bal kwijt dus. Dat worden. Vrije trap. Misschien moet de scheidsrechter hier iets aan gaan doen. De Jong. Een schot. Wat een geweldige redding van de keeper. Iedereen is mee om die hoekschop te verdedigen. De bal wordt in de 16 gepompt. Het gevaar wordt afgeslagen. Lasse Schöne. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. De tegenstander stoort vroeg. Matthijs de Ligt. Deli Blind. De Jong. Ziyech. Dat was het einde van het balbezit. Komt er een counter? Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Dat moet een doelpunt worden. Zo, wat een redding. Ik telde hem al. Schitterend keeperswerk even. Het is net een panter in het doel. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. Hoog druk zetten van de tegenstander. Die bal is scherp. Hij is er vandoor. Fijn paasje. Hij wordt weggestuurd. Doelpunt, de 0-0 is van het bord. En kijk eens, wat een vreugde. Mooi om te zien, maar de tegenstander zal zich terug willen vechten in de wedstrijd. Nummer 10, Dusan Tadic. Hij weet die paas te onderscheppen. Die wordt weggestuurd. Gaat op het doel af. Uitstekend gezien. Ik zal maar uithalen. Uitstekend ingegrepen door de keeper. Ja, knap gedaan. Het was een hele behoorlijke kans van die afstand. Er zijn die... Met gevoel gegeven. Wat een leuk balletje was dat. Johnny van de Beek. Jongen, wat laat ze daar een kans liggen, man. Ja, dat had echt een gelijkmaker moeten zijn. Maar als ze deze wedstrijd verliezen, ja, ik denk dat ze daar nog wel eens aan terugdenken aan dit moment. Deli Blind. De Jong. Nicolas Tagliafico. Ze wachten geduldig hun kans af en spelen de bal rond. Altijd leuk voor de keeper zo'n rolletje. De tegenstander zet hoog druk. Van de Beek. De Jong. Dolberg. Slordig balverlies hoor. Dat mag je op dit niveau niet overkomen.
Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. En ze zijn het balbezit kwijt. Dat was op het nippertje. De tegenstander probeert de opbouw te verstoren. De bal ligt voor het oprapen, ze zijn hem kwijt. Dat was een zeer matige opbouw, ze zijn de bal alweer kwijt. De Jong. Van de Beek. Prachtig gespeeld. Schitterend steekballetje. Daar is opnieuw een goal. Is dit de beslissing, Jury? Wat denk jij? Je zou het toch haast denken. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal, Evert. Maar de tegenstander zal aan de bak moeten als ze hier niet met de nederlaag van het veld willen stappen. Dolberg. De keeper pakt de bal simpel op. Die is er doorheen. Fraai gedaan daar. Dusan Tadic heeft de bal terug en kan nu een voorzet geven. Donny van de Beek. Prachtige poging, dat wel, maar niet op doel. Hij strekte zich helemaal uit en hij kon de bal gewoon niet naar beneden koppen. Hakim Ziyech. Een groot gat op de vleugel en dat biedt kansen voor Ajax. Van de Beek. Dusan Tadic. Hakim Ziyech. Dat was een heel belangrijke tackle. Nicolas Taliafico. Daar liggen countermogelijkheden. Die bal is scherp. Nu schieten. En die hangt. Er gaat een schitterende aanval vooraf aan deze. Uitbraak die beheerst wordt afgerond. Zo wil je dat als trainer zien. Ajax is niet te stoppen vandaag. Ja, en ze scoren alweer. Maar het is ook wel slordig verdedigd hoor, Evert. Zouden ze het al hebben opgegeven? Nou, we zitten nog vroeg in de wedstrijd, maar die lijkt nu al beslist. De Jong. David Neres. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes on each team. Lasse Schöne. Ik zal maar uithalen. En die zit. Nou, ze laten het balletje prima lopen. Mooi om te zien en erg goed afgemaakt. Is niet in dit geval. Nee, hij zit er lekker in. De verdediging lijkt te slapen. Tadic. En hij is de bal kwijt. De scheidsrechter fluit voor rust bij een stand van 3-1. De eerste helft heeft hij gewoon heel sterk gespeeld door Jury. Nou, persoonlijk vind ik dat hij het niet slecht gedaan heeft in de eerste helft. En hij heeft zijn doelpunt te pakken. Maar de rest van de ploeg liet het een beetje afweten. En daardoor staan ze nu achter. De rust zit erop. Daar is de aftrap van Ajax en het stadion barst bijna uit zijn voegen. De tegenstander kan de bal onderscheppen.
Dusan Tadic. Voor het doel met die bal. Hij zorgt ervoor dat het gevaar weg is. Dit zijn de omschakelmomenten waarvan je kunt profiteren. Daar zit de tegenstander tussen. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. Net op tijd onderschept. Die is er vandoor. Er komt een inworp aan van Ajax. Van de Beek. Nicolas Taliafico. Dusan, dat is een lekker balletje. En doelpunt. Torenstik noemen ze dat in Duitsland. Loer op dat ene kantje en er staan als die bal voor het doel komt. Keurig afgerond. Dit moet heerlijk zijn, Juri. Een kans die je eigenlijk niet kunt missen. Ja, zo'n kans voor open doel. Heerlijk. Dan de score een rijtje. Hakim Ziyech. De Jong. Tadic. Een groot gat op de vleugel. En dat biedt kansen voor Ajax. Voor zo'n sliding moet je toch op de bon, hoor. Dit hoort niet. Daar zal een kaart tevoorschijn komen. Ja hoor, geel. De scheidsrechter stond er dus met zijn neus bovenop. En heeft het goed gezien. Ja, maar dat is een fikse overtreding. Terechte kaart. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Tadic. Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. Lasse Schöne. Die is doorgebroken. Is dit de gelijkmaker? Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. David Neres. Voordeel gezien voor Ajax, maar is dat ook echt zo? Die bal lijkt op maat. Zo, dat zal even duren voordat hij weer aan het werk moet. Die paas wordt onderschept. Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot. Eens kijken of deze counter resulteert in een fijn paasje. Ziyech. Hij wordt onder druk gezet op eigen helft. Overtreding, vrije trap. Hakim Ziyech. David Neres. De Jong. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Via de verdediger gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop dus. Ze kiezen voor de lange variant. Het gevaar wordt afgeslagen. Strakke voorzet. De bal komt in het strafschopgebied. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Hakim Ziyech. Voorzet misschien. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed verdedigd daar, maar de hoekschop kan niet worden voorkomen. Hij moet er vanaf van de trainer. Die zal vast niet tevreden zijn over zijn spel. Nee, dat lijkt me niet. Anders zou hij hem niet wisselen. Maar het publiek steekt deze speler ook niet echt bepaald een hart onder de riem. Hij mag blij zijn dat deze wedstrijd erop zit voor hem. De corner wordt diep getrapt. Die bal lekker. Hakim Ziyech. De Jong. Labiat. Hakim Ziyech. De bal wordt voor het doel gebracht. Daar is opnieuw een goal. Is dit een beslissing, Juri? Wat denk jij? Je zou het al haast denken. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal, Evert. Maar de tegenstander zal aan de bak moeten als ze hier niet met de nederlaag van het veld willen stappen. Tadic. Hij strooit er vrolijk op los met zijn paasjes. En allemaal goed.
Ze loeren op een gaatje in de defensie, maar nemen de tijd. Daar zit de tegenstander tussen. Als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toeslaan in de omschakeling. Prima gestoken, zo lijkt het. Als de bal snel rondgaat... En het schot. Goeie ingreep door de keeper, hoewel de bal nog in het spel is. Hier inleveren, zegt de keeper. En weer komt die bal keurig aan. Hij speelt een prima wedstrijd. Net op tijd onderschept. Lasse Schöne. Dusan Tadic. Hakim Ziyech. Van dichtbij de aansluitingstreffer. Doelpunt. Hij maakt die kans goed af, hoor. Zeker, maar er is nog geen reden om een feestje te vieren. Want ze kijken nog steeds tegen een achterstand aan. Ja, die is wel te overbruggen. En weer een goede paas. Die jongens laten de bal vandaag goed rondgaan. Dat is een lekker balletje. Uitstekend. De keeper werkt de bal weg, maar het blijft gevaarlijk. Geweldige paas. Steekpaasje. Oh, wat een tackle. En we hebben hier nog maar 5 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. De spanning is om te snijden, Juri. Dit kan een zeer belangrijk moment voor de thuisploeg zijn. Ja, inderdaad, Evert. Ze hebben de kans om de wedstrijd te keren. Als ze snel handelen, kunnen ze toeslaan in de omschakeling. Een snelle tegenstoot mislukte, maar er is nog steeds balbezit. Maakt hij gelijk? Nou, dat ging maar net goed. Want als je te laat bent met zo'n actie, heb je de speler in plaats van de bal te pakken. En dan weet je wat er gaat gebeuren, Juri. Ja, dan gaat de bal op de stip. 2 minuten extra tijd slechts. Gevaar geweken, de bal is weg. Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot. Labiat. Die is er doorheen. Schitterend. De bal gaat via de paal binnen. Hier zien we het vanuit een andere hoek. Dacht jij ook dat hij naast stelde, Juri? Zo leek het even, hè? Ik denk dat die speler hem eigenlijk verkeerd raakte. Mooi is dat als twee ploegen echt willen voetballen. De scheidsrechter fluit af en beide teams krijgen een punt. We hebben genoten van deze wedstrijd, nietwaar? Ja, inderdaad, Evert. Er werd volop aangevallen. Ja, ik zie dat graag. Hij speelde vandaag de sterren van de hemel. Wat een optreden. Ja, die twee doelpunten waren niet genoeg voor de zegen. Maar toch wel geweldig gespeeld, hoor. Hallo kijkers thuis en welkom in het stadion. Mijn naam is Evert ten Apel en naast me zit zoals altijd Juri Mulder. Ja, en we zijn met z'n allen natuurlijk enorm benieuwd naar de wedstrijd. We zijn net begonnen en de scheidsrechter moet nu al fluiten voor de eerste overtreding. Daar is het balbezit. En nu? Die bal is scherp. Hij vlacht voor buitenspel. Moeilijke beslissing, hoor. Want hij had een vrije schietkans. Nusayir Mazraoui. Lasse Schöne. Hij heeft hulp. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? De Jong. Nicolas Taliafico. Daley Blind. Tadic. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Nou, de keeper zal een goede muur moeten bouwen, want die bal ligt ideaal. Een prima afstand om de bal op het doel te schieten. Laten we kijken of hij dat ook van plan is. Daley Blind. Nusayir Mazraoui. Ze wachten geduldig hun kans af en spelen de bal rond.
Dit zijn de omschakelmomenten waarvan je kunt profiteren. Jammer dat er niet snel werd gecounterd. De ruimte was er, maar de ploeg houdt wel balbezit. Die is doorgebroken. Dusan Tadic. Uitstekend ingegrepen door de keeper. Ja, knap gedaan. Dat was een hele behoorlijke kans van die afstand. Tadic. Er loopt iemand mee, dus hij kan de bal kwijt. De bezoekers staan onder zware druk. Tot genoegen van de fans. Die hopen nu op een snelle goal. Dusan Tadic. Die bal wordt onderschept. De Jong. Hakim Ziyech. Schöne. David Neres. Lasse Schöne. Dusan Tadic. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Die is er vandoor. Heel mooi die steekpas. De angel is uit die aanval gehaald dankzij die tackle. De bal is weggewerkt. Dat was een heel aardige kans. Matthijs de Ligt. Hij krijgt hem op de slot. De spits kreeg de bal niet vol op zijn voet, denk ik. Het was een schampschot. Lasse Schöne. Ziyech. De Jong. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Bal gaat terug naar de keeper. De Jong. En Ajax is weg. Er vallen overal gaten in de verdediging. Komt hier een kans aan. Van der Beek. Hakim Ziyech. Goed gezien. Steekpaasje. Doelpunt, de 0-0 is van het bord. En kijk eens, wat een vreugde. Mooi om te zien, maar de tegenstander zal zich terug willen vechten in de wedstrijd.